Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Boven Nederland zien we veel bewolking, daaruit valt van tijd tot tijd regen. Maar boven Engeland en het noordwesten van Frankrijk zien we dat er weinig bewolking is en die opklaringen komen onze kant op. Vanochtend dus een natte boel, maar die regen trekt wel naar het noordoosten weg en vanuit Zeeland gaat dan op steeds meer plaatsen de zon doorbreken. Vanmiddag hebben we dan overal van tijd tot tijd zon, er van nog een enkel buitje vallen en de temperaturen liggen rond de 9 à 10 graden. De meeste buiten trouwens in het westen en noordwesten. De wind waait stevig, de hele dag. Windkracht 4 à 5 boven land, 6 à 7 aan zee. Vanavond gaat die aan zee toenemen naar een dikke windkracht 7. Misschien wordt die stormachtig windkracht 8. Ook komende nacht en morgen overdag hebben we veel wind. Alleen rond het middaguur is de wind tijdelijk wat rustiger. Het regent, vallen buien met kans op onweer, het wordt 10 graden. En vooral de windstoten kunnen zwaar zijn, oplopen tot 100 km per uur in het westen en zuiden van het land. Dinsdag ook nog periode met regen, maar eerst ook af en toe zon. En woensdag en donderdag hebben we ook de paraplu nodig, maar in totaal is het toch wat vaker droog. Temperaturen gaan iets naar beneden, smiddags dus wordt het een graad of acht. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.